4 jaar geleden werd hij multimiljonair dankzij de verkoop van zijn internetbedrijf Wish. En nu is zakenman Pieterman uit Delfzijl back in business. Zijn nieuwe project heet CYMTV. Het idee? Internet entertainment op televisie. En zo simpel gebracht dat iedereen het snapt. Een concept dat volgens Jacob Pieterman een revolutie teweeg zal brengen op de digitale snelweg. Ik zoek een vrouw ongeveer van mijn leeftijd, 50, tussen de 50 en 58 jaar. Genegenheid, respect voor elkaar vind ik heel belangrijk. Terug naar Schiedam voor het NK Bowling bij de heren. Nico Tienpont behoort hier tot de grote kanshebbers. Ik wou eerst beginnen met gewoon met een latte relatie en dat zien we verder wel. De liefde van je leven vinden, een cursus tuinieren volgen of een speelfilm kijken. Internet entertainment op televisie op elk gewenst tijdstip van de dag. En zo simpel dat iedereen ermee kan omgaan. Dat is Cyber Media Television, kortweg CYMTV. Er zijn 15 miljoen Nederlands, van jong naar oud. Je hebt, op dit moment heb je ongeveer een 53% van de markt die zit op internet. Dat zijn hoofdzakelijk zeg maar, de technici van het begin, de studenten, omdat ze het allemaal wilden weten, en nu de jeugd. De hele grote groep die weinig of niet te vinden is op internet, dat zijn de iets ouderen, dus dat zijn de van mijn leeftijd en vanaf, ik reken ze ongeveer vanaf 35, 40 jaar. En die hele grote groep, dat is eigenlijk de entertainmentgroep. En die zit niet op internet. Dus dat is nog een enorm potentieel, een enorm marktpotentieel. Waarom ze wel naar internet toe moeten. En waarom die ze snappen wel het nog niet. Die snappen het niet wat er nog meer mee kan. En daarom zeg ik, het moet eenvoudiger, makkelijker en het moet in de huiskamer komen. Op tv? Absoluut. Wie gebruik wil maken van CYMTV moet lid worden voor €10 per maand. Ben je lid, dan kun je inloggen op hun pagina. Het zoeken is simpel, maar ook beperkt. Je vindt namelijk alleen een aantal standaard informatiepagina's en de websites van andere leden. Een soort lokale internetgemeenschap binnen het wereldwijde internet. Met deze site kan je een tuincentrum vinden in Appingedam of een nieuwe vriendin in Appingedam. Maar iemand uit de Zierikzee zit daar toch helemaal niet op te wachten? Nou, dat is niet helemaal waar. Bij CYMTV kan iedereen zich aansluiten. Wij zijn natuurlijk allereerst begonnen in Groningen, omdat we natuurlijk hier in Delfzijl zelf gevestigd zijn. En waar wij nu mee bezig zijn, we zijn bezig met het recruteren van agenten die voor ons de website gaan promoten. Ja, een soort Tupperware systeem. Inderdaad, een Tupperware systeem. Wat net als Tupperware proberen wij als een olievlek over Nederland zich zo uit te spreiden. How did it go from 1 to 1 million in less than a year? Naast lokale eenvoud draait het bij CYMTV om beeld. Dit apparaat maakt het mogelijk om te internetten op televisie met een gewone afstandsbediening. Een nieuwe techniek moet ervoor zorgen dat de beelden ook via de telefoonlijn op een volledig scherm in real-time, dus zonder wachttijd, te zien zijn. Pieterman is inmiddels in onderhandeling met Amerikaanse filmmaatschappijen, een bedrijf dat tv-cursussen produceert en met Sky Radio. Het plan is om een fysieke radiostation, dus eentje met beeld, via internet te krijgen op tv in de huiskamer. Een soort tweede MTV eigenlijk. Het is een, als je het zo wil noemen. Maar zit de consument wel te wachten op internettelevisie? Ja, het internet op de televisie, dat is een tijdje geleden ook al geprobeerd. En dat is volgens mij redelijk geflopt. En afgeschreven alweer. En waarom is het geflopt? Omdat de tv zie je meer naar de computer verschuiven, niet andersom. En die apparaatjes werkten niet goed, waren te duur, werken moeilijk. En daarom is het geflopt. Kijk, met een nieuw fenomeen weet je nooit of mensen erop zitten te wachten. Je creëert een nieuw fenomeen. En het slaat aan of het slaat niet aan. Het is aan de consument
uiteindelijk om te beslissen. Maar we denken door niet alleen de kracht die we hebben door dit te bedenken, maar ook door de kracht van samenwerking met partners, en hele sterke partners, waar we nu mee in onderhandeling zijn, wat bijna afgerond is, wat bij bepaalde mensen al afgerond is, hopen wij een behoorlijke druk in die markt te kunnen zetten. Het hangt er heel erg vanaf hoeveel mensen lid zullen worden. En jij ziet op internet dat het heel moeilijk is om veel mensen lid te krijgen als je ergens voor moet betalen. Omdat internet door heel veel mensen wordt internet gezien als iets waar je gratis dingen kan ophalen, kan bekijken, informatie kan zoeken. Dus zodra er betaald moet worden, vallen er heel veel mensen af. Dus dat is een moeilijk punt hiervan. Het eerste jaar moet CYMTV 75.000 leden hebben, wil het plan doorgaan. Of Nederland inderdaad over een paar jaar massaal langs CYMTV-kanalen zept, is dus de vraag. Hoe dan ook, Pieter Mann heeft in het verleden wel aangetoond een visionair te zijn op internetgebied. Wat als er zich over een jaar 5 mensen hebben aangemeld voor CYMTV en het is geen succes? Dan hebben we pech. Ja, dan hebben we gewoon, domme pech, om het even zo te zeggen. En wie van jullie twee is nou de grootste computernerd? Hi. En nu kunt u nog kijken naar de documentaire Tichelwerk, gemaakt door de